Dag 1 van de Gamescom. Hoe vet is dat? En handig is, we hebben Stijn. Yo, Stijn. Heel vet. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Oh, dus een taxi, hè? Ik ben net zijn vrouw in de auto. Pas op, pas op. Rustig, rustig. Maar dag 1 van de Gamescom. Hebben we er een beetje zin in? Oh. Nou, we hebben hier de agenda. Het wordt één grote gekke dag. En het wordt feest. Heeft iedereen zijn perspas? Ja. Yay. Oké, mooi. We staan hier op de booth van EA. Tom is as we speak bezig met Battlefield 1. Ik ga alleen maar dood. Er is een of andere flikker in een tank. Dit is heel irritant. Dit is echt zwaar, dit gewoon. Hoezo? Dan heb je toch tactieken waarmee je die tank kan verslaan? Niet als je steeds doodgaat. Serieus. Wie is mij aan het vakken? Ergens hier is iemand me aan het vakken. Daar gaat een paard. Wat vet. Ja, okay, we kunnen geen beelden laten zien, maar het is ja, wel dat echt... mag dan weer niet. Het is wel heel ruik, ja. Hoe schiet het? Het schiet echt, ik moet zeggen, het ziet er fantastisch uit en het schiet ook best wel lekker, maar het is wel er even inkomen. Dit is echt super, oh god, dit is heel zwaar. Maar hey, Objective B is destroyed, dus we zijn lekker bezig. Nice. Go Britten. Ik ga nou Battlefront Dead Star spelen. Dat vinden mensen minder bijzonder, maar ik vind het vet. Tom en ik staan nog steeds bij EA. Nog steeds. En we gaan de Battlefront VR mission in VR. In VR ervaren. In VR ervaren. Wow. Dus dat is wel een ding. Want we zaten net met de guy die de game maakt te praten van Criterion. Het is experience. Leuke guy. 20 minuten. 20 minuten wordt de game straks. Maar deze experience toch niet? Of is het wel deze experience? De experience is 20 minuten. Oh. De missie is 20 minuten. Dus we gaan straks gaan we daarin. Doe je een selfie? No, we're talking to our audience. That's you want to talk to them as well? Yeah, hey. This is the guy who made the game. Well, one of them. Yeah. Not all of them. There's a whole bunch in here as well. And at home in Guildford. Okay. Well, he is the most important guy here. Wow. Well. Yeah, well, it's how he talks. The quote piece. Yeah. So, cool. How is it doing? Yeah. Day two after. Oh, yeah, if it's possible. Yeah, just do a little bit of him when he's in the beginning and then we can have someone soon. Ben je aan het filmen of niet? Ja, een beetje. Ja, yeah, I know. Yeah. Hey Tom, hoe voel je? Ik voel me een X-Wing piloot. Bizar, hè? echt heel vet. Gewoon in een X-Wing zitten, rondvliegen, TIE Fighters neermaaien. Echt gaaf. Ik weet niet, maar ik vind niet... Kijk, ik hou van de Duitsers, maar... Als je ja, dat is het Tom. Als je zo in het Duits gaat schreeuwen, zoals bij Wargaming, dat is echt... Kriek! Maar iedereen kriek! Iedereen ook juichen ook. En ik, nou, het is toch wel een beetje beladen. Het klinkt heel fout. Het klinkt als een groot Duits denker die niet zo goed werd ontvangen. Een politicus, ja. Een politicus inderdaad. Ja. Een kunstenaar. Tom, check this fucking out. Let wat? Op. Kijk dan. Hoe ver is dat? Ik weet dat ik van vintage auto's hou, maar ik denk dat dit iets te veel is. Is dit niet te veel van een goeie? Nee, het is niet te veel. Het is te weinig nog eigenlijk. Je wil ze nog ouder, dan is het koets met paarden. Ja, super vet. K2. Leon, waar zijn we? We zijn in de E-werkhal, hè? Ja. Ik ben op de Mafia 3 Gamescom Park. Be fucking sure. Leid ons even rond. Wat gaan we doen? Ja, dus we hebben net van eten, burgers, bier, alles wat je wil hebben in Duitsland. Ja, en nu is er een live band. Van dan met jou daar, met muziek uit de jaren 50 en 60. Ja, en die gaan zich nu voorbereiden. Daar staan ze. En daar gaan ze straks spelen. Maar ik zal even het eten laten zien. Check hoe mooi dit is. Kroonluchters, 2K Games. Hier een enorm ja, buffet met fucking hamburgers en fucking lekkere... Dit vlees, jongen. Dit vlees. Dat is Schweinbauch. Super chill. Dat was echt heel lekker. Leek? Dat was lekker. Dat was heel goed vlees. Ja, dat was echt chill. Nou, je ziet hoe het hier is aangekleed. Het is zo mooi. En straks ga je de band ook nog zien. Het is zo awesome. Bizar. Ik vind het, I don't know, Wargaming is altijd extravagant en dure artiesten, maar dit heeft wel meer sfeer. Dit heeft meer stijl. Stijl. En we gaan straks ook enorme dikke sigaren roken.